Op TikTok zie ik heel vaak video's voorbij komen waarbij mensen met verf hun Pokémon-kaart gaan beschilderen en daar een hele volledige schildering van maken. Dat ziet er altijd zo ontzettend leuk uit. Dat lijkt me nou eens heel erg leuk om ook te gaan proberen, dus dat gaan we in deze video doen. Ik ga 3 verschillende Pokémon-kaarten beschilderen. 2 die kies ik zelf uit, de 3e kiest Rick voor mij uit. En hoe dat wordt, dat zie je in deze video. Nou, wat ik dus zometeen ga doen, ik ga zometeen dus een Pokémon-kaart uitzoeken. En dan gaan we alles wat daar omheen staat, kijk, ik heb hier een random Pokémon-kaart gepakt. Alles wat hier omheen staat, dit gaan we dus allemaal wegschilderen. Dus we gaan er echt 1 hele grote illustratie van maken. En niet meer al die informatie eromheen. Ja, ik ga hem helemaal destroyen. Nee, we gaan hem mooier maken. We gaan er echt art van maken. Ik heb hier een heel mapje vol. Deze zijn van Rick. Vindt hij vast niet erg, want ik maak hem mooier. Nee, ja. Vindt het niet erg, toch? Ja, hangt er vanaf welke je kiest. Gewoon zo'n gele, waar we dan de rest... Ja. Oké, nou, we gaan er gewoon even eentje uitzoeken. Want ik wil wel een kaart uitzoeken waar al heel veel leuks in het kleine plaatje te zien is. Zodat we ook echt weten wat we eromheen kunnen maken. Kijk, zoiets. Deze vind ik schattig. Ik heb wel meteen een hele moeilijke gepakt. Want hier heeft hij helemaal een dak waar hij op staat. Het is echt een heel stadje met huisjes. Oh nee. Er is hier zelfs een of ander drakenbeest in de lucht dat niet afgemaakt is. Wat ik dan zelf moet verzinnen hoe die eruit ziet. Zo'n Pokémon-kenner ben ik dan weer niet. Dat ik weet hoe dit eruit ziet. Gelukkig mag je wel op internet. Kijk. Ja, die ken je toch wel. Ja? Hoe heet je dan? Kijk, of deze dan. Misschien kan ik anders eerst met deze beginnen. Dan hebben we gewoon lucht. En dan hiervoor wat bloemen. Misschien een hekje of zo hier zo. Ik ga wel beginnen met deze. Ik zet eerst de kaart een klein beetje vast aan de ondergrond. Dan weet ik zeker dat hij niet per ongeluk wegschuift. En dan gaan we nu met een klein beetje witte acrylverf al die informatie die op die kaart staat allemaal wegsmeren. Zodat ik niet afgeleid raak. Daar gaan we natuurlijk de hele illustratie over doorschilderen. En dan denk ik dat ik ga beginnen met de lucht. Maar nu ik deze kleur er zo opsmeer, valt me wel meteen op dat je wel dezelfde kleur moet hebben natuurlijk. Als de kleur net een beetje af. Dan zie je dat meteen heel erg. Dat hoef ik normaal nooit te doen, want normaal mag ik altijd gewoon zelf mijn kleuren bedenken. Dus dat is wel de uitdaging voor mij vandaag. Ik heb nu een heel klein stukje gedaan. Echt alleen het stukje van de lucht. Maar ik vind het nu al heel cool eruit zien. Dus we gaan gewoon op deze manier verder. Ik ga proberen een kleur voor het gras te mengen. Dat moet een beetje geel zijn. Dit is toch geen geel? Dit is toch gewoon oranje? Kijk, dit is de tube die ik heb gepakt. Maar dat is toch totaal niet dezelfde kleur? Excuse me. This is not what I asked for. Nou, ik heb nog een andere geel liggen. Kijk, dat is wel geel. Ik ga met die gele kleur gewoon eerst alles inschilderen. En dan doen we daar zo meteen gewoon allemaal een beetje groene vegen over. En dan lijkt het denk ik alsof dat gras gewoon doorloopt. Oei, dit is niet de juiste kleur van de boom. Dit ook nog steeds net niet. Misschien als ik er een beetje donker overheen doe. Dit is nog niet zo makkelijk om het precies hetzelfde te krijgen. This is the worst! Maar we gaan gewoon net zo lang er verf overheen gooien in allemaal gelige kleurtjes, een beetje herfstige kleurtjes, wat donkere schaduws, wat groen over dat gras heen. Net zo lang totdat het lijkt. We doen nog wat sprietjes ervoor. Nou, ik moet zeggen... Nice. We gaan nu de andere kant nog doen. Daar zit nog een bosje. Die doen we in een beetje eenzelfde herfstige bruin-oranje-geel stijltje. En dan gaan we nu nadenken over wat we met de rest van de kaart kunnen gaan doen. En ik denk dat het leuk is om gewoon een soort van straat te maken waar Lillipup net omhoog springt. En dan vullen we de rest gewoon op met hetzelfde groen-gelige gras. Dit gedeelte vul ik ook gewoon eventjes op. Dat zien we later wel. En dan maken we daarin dus iets van een kei. Misschien heel veel bloemen. Een bosje. Maar die details doen we zo meteen wel. Ik ga eerst nog even deze boom verder afmaken. Die is nu goed droog. Met een klein beetje highlights. Dan maken we langs de weg die sprietjes verder af die je zag in dat hele kleine plaatje. Dus die trek ik gewoon door. We gaan zo meteen daar weer overheen allemaal bloemetjes en zo maken. Maar ik ga nu eerst eventjes de weg een beetje highlights geven. En een beetje schaduw. En ook waar Lillipup springt. Want anders dan ziet het er een beetje onnatuurlijk uit. Dezelfde kleur van de bloemetjes roze en de blauwe bloemetjes. Die zetten we daar tussen die sprietjes. Dus die groeien hier en daar nog wat. Oh, en ook nog deze kleur bloemetjes. Dan geven we die kei voorop een beetje wat schaduw en wat highlights. En ook wat gras eromheen. En ik denk dat we dat aan de voorkant van de weg ook gaan doen, zodat het echt een beetje een bospaardje is die ook een beetje vergroeid is. Nou, dan maken we in het midden gewoon nog heel veel van die bloemetjes. Daar zet ik alvast van die steeltjes en dan denk ik dat ik dit voorste grote vlak gewoon opvul met zo'nzelfde bosje als achterin. Zo'n oranje herfstig bosje. Ik weet niet of dat het mooiste wordt ooit, maar dan vullen we wel in één keer een heel groot vlak op. We zetten al die bloemetjes nog op de steeltjes, ook leuke roze en blauwe. Hetzelfde als aan de achterkant. Dan gaan we proberen dit bosje nog heel veel definitie te geven met schaduw en wat highlight. Nou, we zetten er gewoon nog wat donker gras voor, ook bij de kei, dan denk ik dat dit de eerste Pokémon-kaart wordt. Tada! Heb je hem helemaal geschilderd? Nee, dit zijn goede reacties. Oké, wacht, ik geef hem even aan je om van dichtbij te bekijken. Maar hoe?
Oh, nou dan is het goed gelukt. Maar je hebt die kleur ook zo hetzelfde gekregen. Ja. Ik dacht eventjes dat je alles gewoon geschilderd had, behalve dat beest. Ik vind het wel tof. Nou, dank je. Mijn allereerste helemaal geschilderde Pokémon kaart. En kijk nog eventjes hoe die er net uitzag en hoe die er nu uitziet. Ja, ik vind het heel leuk. Enige wat ik dus de volgende keer anders zou doen, is die rand niet zo hard schilderen. Kijk, want je ziet dus nog een beetje dat randje zo er doorheen. Maar verder dan dat, ik vind hem echt heel gaaf. Was ook echt leuk om te doen. Wat een resultaat. Oké. Next. Nou, dan denk ik dat ik me nu wel durf te wagen aan de Eevee card. Want we hebben net heel veel geoefend. Ik denk dat dit me nu wel moet gaan lukken. En we gaan weer beginnen met de lucht. Dit keer ga ik hem niet eerst weer helemaal inschilderen in het wit. Zodat ik hopelijk wat minder die rand eromheen ga zien. En we kunnen net zo goed meteen gewoon de lucht gaan schilderen met alle wolken. Dan doe ik eerst gewoon dat er allemaal op staat. En dan gaan we later wel die draak eroverheen maken. Waarvan ik nog steeds helemaal geen idee heb wat voor soort Pokémon dat is. Of hoe die er dan ook uitziet. Maar dat zien we zo meteen wel. De wolken lukken in ieder geval heel erg goed. Ik ben echt super te... Hey, wacht. Eevee mist een oor. Oké, nu niet meer. We mengen groen met blauw en een beetje wit erbij. Nog een beetje wit erbij. Nog een beetje blauw erbij. Dan denk ik dat dit ongeveer de kleur moet zijn van de draak, waarvan ik nog steeds niet weet hoe die dus moet zijn. Is het überhaupt eigenlijk wel een draak? Nou ja, ik maak er gewoon een hele lange slingerdraak iets van. Geen idee. Ja, laat maar alsjeblieft in de comments weten wat voor Pokémon het is, jongens. Want ik heb echt geen idee. Maar ik moet wel zeggen dat de kleurenmengen steeds beter gaat. Want ik heb ze zomaar soms gewoon in één keer helemaal goed gemengd. Kijk, ook deze boom gaat een heel stuk beter dan die boom van net. Dus het is maar goed dat ik net even heb geoefend op de Lillipup kaart. Ik denk dat het anders hier niet zo had uitgepakt. Maar het gaat steeds beter. Nou, ik ben best wel tevreden eigenlijk al. Nu al. Ook al is het nog helemaal niet af. Kijk, ik kom nu wel bij het moeilijkste gedeelte. Dus ik moet nu al die dakpannen gaan maken. Maar ik ga nu eerst heel even schetsen hoe dat gebouw er überhaupt uit moet komen te zien. Want hier beneden zie je natuurlijk nog een heleboel stad doorlopen. Hier moeten die dakpannen, hier moet een gedeelte van dat huis. Perspectief moet ook een beetje kloppen. Dus kom wel bij een heel moeilijk gedeelte aan. Tenminste, we kunnen natuurlijk ook één hele grote boom ervoor zetten die alles bedekt. Maar dat gaan we niet doen natuurlijk. Maar ik vind het echt heel leuk. Het is zo schattig klein om te schilderen. En die kleuren een beetje zo hetzelfde krijgen. Het is ja, echt heel leuk. Maar goed, ik ben er nog steeds niet. Want ik moet nog steeds het allermoeilijkste gedeelte doen. Namelijk dat dak en dat huis en dat perspectief. En dan hoop ik maar dat het allemaal goed gaat komen. Hier onder die dakpannen dacht ik van misschien is het leuk als hier iets van een dakgoot zit. Dan hebben we ook meteen een onderscheid tussen het dak en waar het huis komt te zitten. Die maken we donkergrijs. En dan maken we voor het huis zelf een beetje een warme, rozige kleur. Net zoals wat je daar op de achtergrond ziet. Ik geef het huis gewoon eerst helemaal één roze kleur. En dan gaan we daar zo meteen details op zetten. En dan doe ik dat huis op de achtergrond ook meteen nog eventjes afmaken. We maken de boom nog met heel veel highlights. Die groeit hier zo tussen die huizen in. En daar zit dan onder de straat en een ander kleurstoepje om het een beetje een gezellig paletje te maken. Op het huis maken we nog wat schaduw met een iets donkerdere kleur. En ik maak van die ramen, net zoals wat je ziet op die huisjes op de achtergrond, met hier nog een boom erbij, is dit de kaart geworden. Ja, leuk hoor. Oké, ik ga Marik laten zien. Die heeft weer niks gezien. Ben je er weer klaar voor? Ja. Ik vind het wel leuk om het aan jou te laten zien. Ik krijg zelf veel complimentjes. Ja, nu niet meer. Nu ga ik het afzeiken. 3, 2, 1. Dat is hem geworden. Nee, maar echt hoor. Ik heb elke keer problemen te zien waar die nou ophoudt en waar jouw gewerk begint. Wat een leuke video dit vandaag. Ja, maar echt. Ja, maar ik heb ook echt mijn best gedaan. Ik vind hem heel erg goed gelukt. Alleen het gebouw vond ik echt heel lastig, vooral perspectief en dan... Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt. Met het perspectief van het gebouw. Ik had zelf het huis niet zo gebouwd. Nou, weet je, het is een... Het is een heel oud Romeins stadje. En het is allemaal een beetje aan het verzakken. En het gaat net niet helemaal lekker. En er staat zo'n zwaar grote Pokémon. En die draak is er net op glans. Imagination. Leuk toch? Heel tof. Ja. Nog één. Nog één. Oké. We gaan er nog eentje maken. Maar die mag jij voor mij uitkiezen. Ja, ik vind deze heel leuk. Maar ik weet niet... Mag ik hem zien? Ja, die had Mila ook al gekozen. Die is gewoon een schat. Ja. Dat wordt hem? Ja. Oef. Ja, weet je waar ik nu vooral tegenop zie? Dat is niet mijn probleem. Heel veel succes. I'm out of here. Bedankt. Wat een leuke video dit vandaag. Ja. Wat het probleem dus is hiermee, is alles is omlijnd. Maar zo dun omlijnen, hoe ga ik dat doen? Moet ik een ander uitkiezen? Nee hoor, nee. Je hebt deze uitgekozen, dat is de challenge, blijkbaar ineens. Dus die challenge ga ik aan. Komt goed. Dit wordt gewoon de meest moeilijke van alle drie, maar ik heb nu twee keer geoefend, dus de derde keer.
Oké, zeg niks. Laten we het maar gewoon gaan doen. Challenge accepted. We gaan deze kaart beschilderen. Ik ga weer beginnen met het mengen van een beetje groen met blauw. Een beetje wit erbij. En dan schilderen we dit gewoon eerst helemaal groen. En ik hoor je nu denken, dat ging je toch niet meer doen? Is die rand niet zo hard schilderen? Dat klopt, maar toch weer wel. Want de onderkant gaan we zo meteen gewoon helemaal bos van maken, denk ik. Of zo. Misschien dat we er nog wat leuks neerleggen. Zie ik zo meteen wel. Aan de zijkantjes gaan we het meteen heel voorzichtig schilderen. In de boskleur die het moet wezen. Zodat we dus niet die rand hebben. Maar aan de onderkant, daar schilderen we zoveel overheen. Daar zie je zo meteen helemaal niks meer van. Oké, zie je dat kleurtje hier rechts? Het is een beetje een grijzig, blauwig kleurtje. Ik ga dat proberen te mengen. En ik wil hem in één keer goed gemengd hebben. Moment van de waarheid. Nou... Een tijdje geleden was dat heel erg op TikTok. Er waren er heel veel van die filmpjes waarbij mensen dan een kleurverf gingen proberen na te maken van het object dat ze zagen of van het kaartje dat ze hadden. En dan moesten ze het proberen in één keer zo te mengen. En dan was het precies die kleur. En ik keek er altijd naar en dacht ik altijd, jeetje, lijkt me echt super moeilijk om gewoon zo in één keer die kleur te maken. Maar ik heb het vandaag al een aantal keer gehad. Dus blijkbaar is het te doen. Look at us. Hey. Look at us. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me. Ik geef de boom verder wat highlights en die blauwige kleur van die schaduw, die laat ik hier en daar wat terugkeren. Nou hangen er een soort van citroenen in de boom, dus die doe ik er boven ook nog bij. En de andere boom maak ik op dezelfde manier, dus ook wat highlights met diezelfde blauwe schaduw. En op het gras doen we dat ook. En dan moet ik zeggen dat je eigenlijk al bijna niet eens meer ziet waar deze illustratie stopt en waar het doorloopt. Ik vind het eigenlijk al best wel goed lukken, ook al zag ik er net best wel tegenop. Ik voeg nog wat geel toe, zodat het echt lijkt alsof de zon ook overal schijnt. Nog wat besjes, die zijn net nog niet helemaal de juiste kleur, maar die pas ik zo meteen aan. En dan ga ik me nu focussen op de onderkant van de illustratie. Zoals je ziet staat er twee potjes op een afgezaagde boom, denk ik. Dus ik maak daar een hele korte boomstronk van, waar die dus op staat te koken. En wat ik net ook al zei, de rest wordt echt een beetje een bossetting. Dus ik denk dat het wel heel erg leuk is als hier aan de voorkant nog heel veel bosjes staan, die een beetje in dezelfde stijl zijn. Maar ook dat er nog iets ligt. Want er moet nog wel iets zijn om naar te kijken, want anders is het een beetje saai. Kun je niet langer wachten? Ik was wel benieuwd wat je ervan ging maken. Nou, tot dusver ben ik hier. Ik heb je nog nooit zo enthousiast gezien elke keer. Nee, maar ja, ik durf het niet meer te zeggen, maar... Nou, echt. Ja, echt heel tof. Ja, thanks. Bedankt. Bedankt. Nou, dat zijn lieve complimentjes tussendoor. Dat mag altijd. We maken dat bosje verder af. We doen wat schaduw onder de boomstronk en ook schaduw op de boomstronk om hem wat echter te maken. Ook onder de potjes waar die staat te koken, daar doen we ook wat schaduw en in de bosjes. En dan ga ik nu beginnen aan hetgeen dat ik net zat te vertellen op de voorgrond. Want het lijkt me heel erg leuk als hier iets van een boomstronk ligt, omdat hij daar ook al op staat te koken. Dat daar dan ook een boomstronk ligt, zo'n holle boomstam, die daar dus omgevallen is en gewoon in het bos ligt. Dan heb je toch iets om naar te kijken. En dan is het ook niet zo raar dat er boven in de kaart heel veel informatie is en heel veel bij elkaar geprakt zit, want dan voegt het ook gewoon wat er beneden ook veel te zien is. Ik pas nog de schaduw hier en daar aan bij de boomstronk en natuurlijk nog de kleur van de besjes. En dan ga ik als laatste met een potlood de omlijning doen. Kijk deze punt trouwens. Ik heb hem net geslepen, maar ik krijg hem gewoon niet beter dan dit. Met dit lichtblauw grijsachtige potloodje doe ik nog de laatste omlijning en dan is dit de kaart geworden. Ik vind deze misschien wel het leukste van alle drie. Oh, dus ik moet je gewoon een beetje uitdagen. Tuurlijk. Wil je hem zien? Nee. Wil je hem zien? Ja. Oké, komt-ie. 3, 2, 1. Ja, maar die is toch tof? Leuk, hè? Ja, dat is goed gelukt, hoor. Nou, ik ben ook helemaal tevreden. Nee, dit was echt heel leuk. Het was echt heel leuk om te doen. Dit ga ik vaker doen. Mocht je nou vervelen thuis, Pokémon kaarten over hebben waar je toch niks meer mee doet en zin hebben om te schilderen, kan je zeker aanraden dit om te doen. Het was echt, echt heel erg leuk. Ja. Nou, dan is dit hoe het eruit ziet als je alle drie de Pokémon kaarten gaat beschilderen. Het was echt veel leuker dan dat ik had verwacht. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd welke van deze drie jij het allerleukste vindt. Laat me even weten hier beneden in de reacties. Dan was dit weer deze video. En dan zie ik jou hopelijk volgende week weer terug bij een nieuwe video. Doei doei!